Goedemiddag, het is 10 juni 12 uur. Welkom bij de presentatie over de export van gebouwprestatie 2021. Het gebouw van model van DGMR software om te exporteren richting een uniek 3. Zoals ik aangaf, specifiek het gebouwmodel naar uniek 3. En mijn naam is Hans Bos, ik zou hieronder vermeld. En mijn collega Martin Zuurmond, die zal de nodige chats vragen, zal die inventariseren. En het eind zullen we die met u ook behandelen. Dus wij gaan gelijk beginnen. Ik vertel u eerst even een beetje waarom. Daarna neem ik u mee naar wat kan met uniek 3 Connect en wat kan nog niet. Met de nadruk op nog. We nemen u mee met wat voorbeelden van een vrijstaande woning, een rijtjeswoning, een woongebouw. En dan beantwoorden we, als we nog tijd hebben, nog enkele vragen via de chat. In ieder geval zullen alle vragen via de chat worden behandeld, desnoods na de hand naar u via de mail. Deze sessie wordt opgenomen. Het onderdeel met de chatvragen en beantwoorden publiceren wij niet. Dus desnoods kunnen wij wel gewoon de presentatie verder publiceren. Ik neem u gelijk mee even richting waarom. En het waarom is eigenlijk het gebruik van een gebouwmodel. Nou, in veel van in ons rekenpakket kun je al heel veel berekeningen maken. Bouwbesluitberekening, warmteverliesberekeningen, allemaal gebaseerd op een gebouwmodel. En in de praktijk worden vooral heel veel berekeningen voor warmteverlies. En warmteverlies zijn eigenlijk berekeningen om het vermogen te bepalen van je verwarmingstoestel. Gemaakt met een gebouwmodel. En dat komt eigenlijk omdat je dan alle ruimtes en kamers moet indelen. Want anders kun je het vermogen van je verwarming niet uitrekenen. Op het moment als je zo'n gebouwmodel hebt, heb je eigenlijk ook alle informatie om een bankberekening te maken. Dus vandaar de export van de bankberekening naar uniek 3. Zeker bij grote woongebouwen is het sneller. De mensen die de afgelopen maanden woongebouwen hebben ingevoerd in Uniek zullen merken dat het toch echt heel veel tijd kost om heel veel appartementen in te voeren. Dus bij meerdere woningen, standaard woningen, levert het echt heel veel tijd op. Oorspronkelijk hadden wij in onze gebouwprestatieomgeving natuurlijk in het verleden de EPC-module zitten. En we hebben er eigenlijk bewust een keuze voor gemaakt om op dit moment in die software geen bankberekening te maken. En dat heeft gewoon te maken met het feit van uniek 3 kan veel sneller updates met kwaliteitsverklaringen publiceren. Onze software met gebouwmodel wordt over het algemeen één keer in de drie maanden opnieuw gereleased. En die kwaliteitsverklaringen, dat gaat veel en veel sneller. En de drukte in de markt is vaak zo groot dat die snel gepubliceerd worden. Dat op het moment dat ze worden vrijgegeven door de BCRG, dat een dag later al zo'n kwaliteitsverklaring in de lucht is. Dan kan je met een ander pakket niet tegenop tegen de wijze zoals uniek 3 dat doet. Hetzelfde geldt voor normcorrecties. Hè. De NTA 8800 is een gloednieuwe norm. En dat weten we allemaal, dat heb ik allemaal gehoord. Met nog heel veel puntjes erin die nog moeten worden aangepast, worden gecorrigeerd. En dat proces loopt nog steeds door. En in uniek 3, en dat zie je ook bij uniek 3 in de wijzigingen die met regelmaat naar voren komen, kunnen heel snel die correcties nog worden gedaan. Uniek 3 is natuurlijk ook het grootste pakket. Dus ook in verband met uitwisselbaarheid van bestanden is gewoon de juiste keuze. En het feit dat het afmelden steeds gecompliceerder is geworden bij de overheid, ook in verband met het certificeren. Dat was voor ons eigenlijk een reden om te zeggen van nou, wij gaan het zelf niet meer in ons pakket doen, maar wij gaan een koppeling maken met uniek 3. Waar DGMR overigens ook de partij is die betrokken is bij het maken van uniek 3. Het grote voordeel ook van uniek 3 is dat ze eigenlijk een hele gespecialiseerde helpdesk hebben met alles over energie. Dus zo houden we dat ook heel mooi geconcentreerd op die plek. Dus dat was even het waarom. Ik neem je even mee richting uniek 3 van wat kan nu in het pakket. En uniek 3 Connect is speciaal gericht eigenlijk over het overbrengen van alle bouwkundige gegevens. Dus wij weten uit ons pakket of het een woning is, een woongebouw, utiliteitsbouw. We weten of het gebouwinheden zijn, ze noemen wij appartementen.
Zones kunnen we toekennen, gemeenschappelijke ruimte kunnen we toekennen. Dus dat is allemaal bekend en gaat dan natuurlijk ook richting Uniek 3. Verder weten wij natuurlijk infiltratie, thermische massa, alle vlakgegevens, RC, U-waarde, de G van de beglazing, de thermische bruggen, de beschaduwing, de zonwering. Eigenlijk allemaal aspecten die je nodig ook hebt om huidige energieberekeningen te maken uit het oogpunt bijvoorbeeld van dynamische berekening. In onze software of berekeningen om oververhitting, dus om theo-Julie dynamisch te bepalen. Al die informatie die zit in dat gebouwmodel en kan dus ook richting Uniek 3. Dus zo combineren we eigenlijk alle gegevens die je nodig hebt voor een goede bouwbesluitberekening. Die kunnen we exponeren naar Uniek 3. Wat niet mogelijk is in Uniek 3 of in Uniek 3 Connect, dus in onze software, is dat toekennen van die installaties. En dat was een bewuste keuze. Dat had dus vooral te maken met al die kwaliteitsverklaringen. Dus dat handelen we helemaal in Uniek 3 af. Wat verder ook nog niet mogelijk is om in Uniek 3 een model, of bij ons model te kunnen aanpassen. En dan te kunnen verversen in Uniek 3. Dus stel je hebt al eerder een import gedaan vanuit Uniek 3. En je wil opnieuw een import doen of je past iets aan. Dat wil zeggen dat je eigenlijk een gebouw helemaal opnieuw moet invoeren. Dus Uniek 3 en onze software staat op dat gebied eigenlijk los van elkaar. Wat ook niet kan is terug. Een export van Uniek 3 naar een gebouwmodel. En dat heeft te maken met het feit dat in een gebouwmodel, en dat ziet u rechtboven, ik zal er even met mijn cursor overheen gaan, gewoon veel meer informatie zit dan eigenlijk in Uniek 3. Uniek 3 is eigenlijk een zone waarin alle mogelijke elementen, gevel, dak, raam, deur aan gekoppeld zit. Maar die elementen weten eigenlijk niet hoe ze aan elkaar vastzitten. En als je natuurlijk een gebouwmodel hebt, moet je helemaal precies weten welk punt zit er welk punt, wat voor informatie zit er, welke informatie. En die informatie die zit allemaal in onze gebouwprestatiesoftware en die zit niet in Uniek 3. Dus dat lopen we even zo door. Ik zal aan het eind nog vertellen wat voor opties er zijn voor de toekomst. Ik neem nog even drie voorbeelden mee. Ik zal ze eerst even doorlopen hier en daarna blijven we even in de software en in de export richting Uniek 3. We beginnen heel eenvoudig, gewoon met een simpele vrijstaande woning. We bouwen het dan zo op. Het mooie van die woning is van de details zitten, de kozijnen zijn wel gedetailleerd ingevoerd. Dat heb je natuurlijk nodig voor je daglichtberekening. Je kan natuurlijk ook gewoon één glazen vlak kiezen. En daarmee berekent de software ook gelijk de gemiddelde UW-waarde van het hele raam en pui. Dus dat is toch vaak al een aardige optimalisatie ten opzichte van dat je dat handmatig uit een tabel moet invoeren. Dus deze woning gaat over. Dan pakken we de rijtjeswoning. Ja, de rijtjeswoning is eigenlijk toch een heel ander verhaal. Want dat zijn eigenlijk gewoon in dit geval drie losse woningen die worden geëxporteerd naar Uniek. Dus vanuit één gebouwmodel met drie gebouwinheden kies je voor rijtjeswoningen. En daarmee krijg je eigenlijk drie losse woningen in Uniek 3. En de laatste even als voorbeeld, het woongebouw. Allemaal gebouwinheden die aansluiten op een gemeenschappelijke verkeersruimte en bergingen en zones. En in dit geval zitten er 15 gebouwinheden in, dus zal in Uniek ook als 15 appartementen zichtbaar worden. Ik heb natuurlijk nu alleen even beperkt tot woningbouw, maar in wezen geldt voor utiliteitsbouw precies hetzelfde. Daar doen we dezelfde exports en je kunt kiezen om zones als eigen zone uit te voeren of als gewoon als gecombineerd gebouw. Oké, goed. Dus ik verlaat heel even de presentatie en dan zal ik even het gebouwmodel laten zien in onze software. Dit is het gebouwmodel, ik draai er even omheen. Woningen, belemmeringen, dus een relatief eenvoudige woning. Maar inderdaad voor warmteverlies gewoon noodzakelijk om allemaal in verschillende ruimte op te delen en uit te rekenen. Dus zo kunnen we dat zien. Het mooie ook van deze software is dat we even heel goed kunnen controleren. Hebben we alle begrenzingen juist ingevoerd? Grens alles aan buiten, grens alles aan funderingen. Al dit soort toetsen zijn erin aangebracht. Dit model kan ik opslaan en kan ik importeren in onze software. Ik heb dat hier in dit voorbeeld al gedaan. Ik had het live kunnen doen. En in onze software, daar heb je de constructie zo toegekend. Dat zijn constructies die hoef je vaak maar één keer te maken.
En die kun je voor meerdere projecten natuurlijk gebruiken. Dus je hoeft niet altijd opnieuw alles opnieuw te definiëren. Ik heb thermische bruggen heb ik, toegekend. Dat zal ik zo nog eventjes laten zien in het model. Die volgen ook uit de bibliotheek. Op dit moment hebben we alleen de NTA 8800 gegevens. Binnenkort worden alle SBR lijnkoudebruggen worden geüpdate. Dus dan, zodra we die hebben, voegen we die ook direct toe. Daarin volgen wij gewoon uniek. En zoals ik al aangaf, alle puien zijn in dit geval gedetailleerd ingevoerd. En die invoer die doe je vanaf een import van, van je DWG of DXF tekening die uit AutoCAD komt en toegekend. Dan kennen we anders gebouwen. Nou, dat is natuurlijk even aangegeven. Indeling van een gebouw, dus dat kennen we toe. En gebouwinheden. Gebouwinheden is voor ons een heel belangrijk begrip, want een woning is een eigen gebouwinheid. En daar toets je dan ook. Dus die moet worden toegekend. In dit geval geen gemeenschappelijke ruimte bij een vrijstaande woning, maar we hebben natuurlijk wel een rekenzone. Ik heb nu alles aangesloten op een rekenzone, maar het is natuurlijk ook heel goed mogelijk om te kiezen. Dat is voor deze woning niet mogelijk, maar bijvoorbeeld om twee rekenzones aan te brengen. Waardoor je op de bovenverdieping, nou, bijvoorbeeld als je een hele houtskelet verdieping hebt, dan moet je toch een woning kunnen opsplitsen in twee zones. Of als je een ander type verwarmingssysteem hebt, moet je er ook voor kunnen kiezen. En dat kan op deze wijze dus eenvoudig. En dat werkt sneller dan het opdelen in uniek. Ik verwijder in dit geval eventjes de tweede rekenzone. Dan alleen de naam, dus niet het gebouw. En ik koppel nog even het hele gebouw aan één zone. Wat zit er verder in? Natuurlijk infiltratie. Wordt eigenlijk automatisch wordt de bruto hoogte bepaald. Kan luchtdichtheid opgeven. Kan gebouwtype opgeven. De thermisch werkende massa. Dus alle bouwkundige zaken die je invoert kunnen worden meegegeven aan zones. En zo ook zonwering. Beschaduwingselementen gaan automatisch mee. Dus eigenlijk dat vervelende werk om al die hoogte en diepte te bepalen, dat wordt in dat gebouwmodel dus automatisch gedaan. Dus ik zal eens even als voorbeeld inderdaad de hal pakken. Die is gewoon een volledige belemmering en die hal die zit hier en die heeft een overstek. En nou, die heeft ook een fix overstek, dus wordt op die wijze dus beoordeeld. Nou, als ik dit plaatje nog heel even voor mij heb, dan kan ik u nog even laten zien van de lijnkoudebruggen. En dan moet ik natuurlijk wel eventjes een module uniek 3 connect aanzetten. En u ziet hier mooi de gele vlakjes, de gele lijnen, heb ik de lijn koude bruggen toegekend. Dus wanneer ik zo'n rand selecteer en meerdere randen selecteer, ik pak er nu meerdere, kan ik op deze wijze mijn thermische bruggen dus toekennen en zit in het gebouwmodel opgenomen. Dus dat rekent makkelijk. Ik ga even verder, want dan kom ik eigenlijk bij de grote stap. Ik heb mijn bouwkundige werk gedaan en dan zie ik een woning, een gebouwinheid, woonblok. Nou, in dit geval is die woning een eigen gebouw. Staat hier aangegeven. Ik sla hem op, exporteren en laat hem even woning 1 noemen. Ik pas hem aan, ik exporteer. Ik krijg even een mededeling dat ik toch altijd nog even goed moet opletten of het inderdaad zo is. En op het moment als het lampje op groen staat, het knopje, dan weet ik dat mijn model geëxporteerd is en kan ik hem importeren in Uniek. Ik haal even deze schermen weg. En dan zal ik even het scherm naar voren laten komen van Uniek 3. Want dan zal ik de woning, hij staat hierboven, u ziet de bestand heb ik net aangemaakt. Ik open het even, ik open Uniek 3. Ik beschouw dat even als bekend. Bestand importeren, bestand kiezen. En dan loop ik even naar waar het koppelingswoning 1 uniek had ik hem genoemd. Importeren. En het bestand wordt geïmporteerd. En de woning zit in uniek. Ik zal hem daar even in openen. Ik loop natuurlijk langs wat ik altijd moet doen. Hè. Bij een uniek op het moment als er nog velden staan met opmerkingen kun je daar gewoon in invoeren. Kun je toevoegen. Want alle gegevens die je exporteert van ons gebouwmodel richting uniek 3 kun je aanpassen en wijzigen en corrigeren. Dus het is niet altijd nodig om voor hele kleine aanpassingen een totaal nieuw gebouwmodel in te zetten. Je kan ook rustig inderdaad gegevens aanpassen. En ik pak bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als een RC-waarde, die staat hier op 5 of op 4,9. Als na de hand toch blijkt dat dat andere waarden zijn, kun je dat rustig nog corrigeren in dit pakket.
De kozijnen zijn gedefinieerd en allemaal overgenomen. Netjes afgerond op de juiste eenheden. Het gebouwmodel is ingevoerd. Dus ik heb één rekenzone met één woning die toegekend is aan de rekenzone. En dit is het de gebruiksoppervlakte. En die is ook netjes bepaald in gebouwprestatie. En dat maakt niet of er daken schuin lopen of de sparingen zitten in de vloer. Daar wordt in het gebouwmodel allemaal op gecorrigeerd. Daar zit inmiddels al een hele dikke 10 jaar ervaring in om al die opties zo mee te nemen in het gebouwmodel. Hier wil ik even bij laten, want dit zijn alle bouwkundige elementen. Daar gaan we nog optimalisaties in doen. Lucht doorlaten kan ik nog even laten zien. Die hoogte is overgenomen. De infiltratie is overgenomen. Maar voor de rest zul je natuurlijk alles moeten indoen. En installaties, die moeten opnieuw worden ongekend. Want dat onderdeel, dat zit nou juist in Uniek. Dus dat zijn natuurlijk hele grote wensen ooit voor de verre toekomst om dat over te nemen. Goed, ik sluit even dit eerste model af. Dus ik stop eventjes het model in Bink. Dit is weer het gebouwprestatiedeel. Het gebouwmodel dat wordt opgestart nu. En dat is opgestart. Ik zal het even vergroten. Dit is het gebouwmodel wat zichtbaar is. Nou, ik moet even naar de kleuren kijken. Ik kan nog even naar de begrenzingen kijken. Hoe het zit en hoe het is ingevoerd. Het is een kopwoning. Alles wat blauw is grens aan buiten. En dit is eigenlijk een tussenwoning. Maar omdat de restvarianten in het gebouw hetzelfde waren, kun je de rest aannemen. Dat gelijk is op dat moment, neem je dit als een woningscheidende wand. Voer je in. Dat is niet anders als in de andere berekeningen. Ik heb hier geen lijnkoudebruggen in zitten, dus dit deel ga ik forfaitair oppakken en exporteren. Wanneer ik dit model heb, nou, hij staat nu nog in de module daglichtberekeningen. Dat is even leuk om te laten zien, want het is natuurlijk RC-waarde, spuiberekeningen. Allemaal zit er in het gebouwmodel. Ik loop het nog even langs, pak even de highlights eruit. Ik ga richting gebouwinheden. Ja, dat is van belang. Het zijn op dit moment 3 woningen. Dus die woningen moeten natuurlijk wel weten, gebouwinheid, welke ruimte in welke woning aanwezig is. Ik ga even door naar de rekenzones. En ik kan alles rustig aansluiten op 1 rekenzone. Want ik neem aan dat straks in alle rekenzones dezelfde type installaties worden aangebracht. Wil ik dat wisselen, zoals ik het net vertelde, moet je natuurlijk ook andere rekenzones toekennen. Maar dat is geen probleem. Op dit moment had ik, geloof ik, in 1 van de woningen had ik nog zonweringen gedaan in woning C. Automatische screens waren toegekend in het gebouwmodel, dat was zichtbaar. En hier kan je altijd nog screens aanzetten, toekennen, weghalen. In die keuze ben je gewoon vrij om te corrigeren. Dus daarmee communiceert dat gebouwmodel onderling met dit pakket goed. Op dit moment exporteer ik natuurlijk niet 1 gebouw, want dan heb ik 3, dan gaat hij eigenlijk een soort woongebouw van maken. Maar het zijn in dit geval 3 eigen woningen. En ik kan ze los als woningen laten zien. Dus ik kan kiezen, nou, ik wil alleen maar woning A, B en C. Gewoon volgens de Windows Control Selectie knoppen. Maar ik kan ook zeggen van, nou, ik wil in 1 keer alle 3 de woningen exporteren. En dan doe ik dat op deze wijze. Ik selecteer de woning en ik exporteer naar Uniek 3. En we krijgen wat waarschuwingen. En die waarschuwingen die hadden even te maken dat ik voor bepaalde vloervlakken geen perimeter heb ingevuld. Het is een waarschuwing, dus hij gaat gewoon door. Hij exporteert naar Uniek 3. Maar ik zal het heel even klein toelichten. Dat zijn eigenlijk vloervelden die helemaal intern liggen. Die hebben geen perimeter. Dus het programma geeft even de waarschuwing van let op. Klopt dit wel? Heeft u het goed ingevoerd? Is alles op de juiste manier goed toegekend? Dus daar kun je dan eigenlijk zo aan voorbij gaan. Ik had hem als woningen Uniek 3 geëxporteerd. Ik zal hem even voor een zekerheid een tweetje achterzetten. Dan weet ik straks precies hoe ik binnenhaal. En ik zie hem nog een keer binnenkomen. Ik sluit dit deel van het programma, haal ik even uit beeld. En ik start Uniek 3, laat ik weer in beeld komen. En ook hier kies ik weer voor import, bestand importeren.
voor gebouwmodel. Ik loop hem even langs welke ik had gedaan. Woningen 2, uniek 3. In ieder geval woningen. Ik kies dit bestand. Ik importeer dit. En deze drie woningen zitten er eigenlijk op dezelfde manier in als de andere woningen. Ik kies weer een woning uit en ik doe eigenlijk hetzelfde werk weer verder als ik daarnet heb gedaan. Heb je iets niet ingevuld, is iets niet zoals uniek het wens of niet conform de NTA 8800, nou dan bent u gewend aan het pakket, dan krijgt u hier een melding en uw mededelingen van wat u nog moet aanpassen en moet corrigeren. Maar in ieder geval, de woning zit er als drie losse woningen in met allemaal hun eigen eigenschappen wat daarbij zit. Dan in de laatste in de serie ga ik eventjes rond richting het hele gebouwmodel wat ik voor u zou openen. Ik ben dat op de achtergrond al eventjes aan het opstarten. Haal ik deze weer uit beeld. Overigens, u ziet nu een zwarte layout. Dat is waar ik altijd in gewend ben te werken. Meestal geven wij de presentaties in een... In de andere kleur, dus niet in een donker thema, maar in het licht thema. Zodat u hem precies kan aanpassen aan het beeld wat u graag wil hebben. Dus dat is een keuze. U ziet hier het hele woongebouw. Nou, hij staat nog steeds op controleren of alle eenheden kloppen. Ik kan weer alles kijken, ik kan weer alles zien. Het is natuurlijk als je alleen een export maakt en je wil gebouweenheden exporteren om uniek 3 berekening te maken, is het natuurlijk niet nodig om een indeling te maken. Dan moet je natuurlijk wel weten wat de grens is van je woning en wat van je woning grenst aan algemene ruimte. Nou, dit is een model gemaakt door Pedro van Beers, een klant van ons, die al 10 jaar lang heel veel gebouwmodellen maakt, heel veel gebouwen invoert. Dus het is een prachtig model met een algemene ruimte. En woningen en alle belemmeringen worden zo ingevoerd. Ik zal het even laten zien weer hoe dat loopt. Het gaat eigenlijk op precies dezelfde wijze, ook voor dit woongebouw. Ik ga even weer richting de uniek 3 module. Want we hoeven helemaal geen gebruiksoppervlaktetoets te doen. Ik loop hem weer door. Ik kijk even naar die gebouwenheden. Die gebouwenheden zijn toegekend. De bergingen, appartementen, dergelijke liggen natuurlijk niet in de gebouweenheid. Maar daar kun je natuurlijk wel aan toekennen, zodat je ook kunt controleren, kloppen mijn bergingen allemaal bij mijn woning? En het programma weet gewoon dat dat buiten de zones ligt. Gemeenschappelijke ruimte was toegekend van dat een woning precies weet op welke gemeenschappelijke ruimte hij is aangewezen. Je hoeft die touwtjes niet per keer aan te brengen op het moment als ik een wooneenheid sleep naar een punt toe, dan is die hele woning daarop daarop toegekend. Dus dit lijkt ingewikkelder dan dat het is. En ik ga er ook in dit geval weer uit dat in mijn hele woongebouw alle zones dezelfde installatie hebben. Infiltratie kan per gebouw, kan per gebouweenheid. Dus je kunt nog wijzigen als je met een andere uitvoeringstype werkt. Bijvoorbeeld op een verdieping of een van de appartementen. Kan dat allemaal zo worden gedaan. Beschadigingselementen zijn allemaal weer toegekend. Overgenomen uit de gebouwomgeving. Gebruik gebouwinformatie. Je kan ook zeggen nee, je kan het ook uitschakelen en dat betekent dat je zelf een keuze moet maken. Dus je kan zelf alles beïnvloeden wat je invoert. In dit geval pak ik echt een gebouw. Ik wil al die gebouwinheden in één keer hebben. Ik kan natuurlijk ook, als ik kijk, één van de gebouwinheden nog wisselen, aanpassen. Als ik zeg van nou, ik wil daar toch een andere keuze in maken. Of een variantje doorrekenen, dat kan altijd. Ik kies op dit moment even voor het hele gebouw. En ik pas de naam weer eventjes aan en ik exporteer. Ik zal weer mededelingen krijgen dat aan sommige vlakken geen perimeter is toegekend. Nou, in de komende versies gaan we daar natuurlijk eens aan denken om niet nodige mededelingen uit te kunnen schakelen. Dat is de ontwikkeling van het pakket. Ik heb dus geëxporteerd. Alles staat klaar. Ik heb hem binnen en ik open weer eventjes mijn uniek. Dan zal ik in een beeld halen. Kijk, komt hij. Topgemend, mappen, bestand importeren. Bestand kiezen. In dit geval was het appartementen. Openen. Importeren. Gaan natuurlijk wat meer elementen nu over. Dus ja, goed, dan
duurt het iets meer tijd. Maar nog altijd een stuk sneller als dat ik zelf dus kan invoeren. En dat zult u nu zien. Ik zie nu het hele appartementengebouw klaarstaan. Ik open hem. Ik ga eerst even kijken naar mijn indeling van mijn gebouw. Want dat is eigenlijk het meest interessant. En je ziet hier een rekenzone, een stuk gedefinieerd van drie bouwlagen. En ik zie hier 15 appartementen staan. Die zijn toegewezen, allemaal met een eigen gebruiksoppervlak en netjes gedefinieerd. Hoe het zit met een zone en hoe de zone is gekoppeld aan de gemeenschappelijke ruimte. Dus hier kan ik alles uitwerken, maar ik kan ook alles weer aanpassen. Kan ik alles weer corrigeren, kan het aantal aanpassen, kan aantallen uitzetten. Je bent dus eigenlijk uniek, je krijgt puur de informatie binnen, maar je kunt er daarna zelf mee doen wat je wilt. Dus mee aanpassen. Nou, er zitten natuurlijk bouwkundige bibliotheken, alles in binnen, kozijnmerken zijn... kozijngegevens zijn ingevoerd. Dus op deze wijze kunt u verder met berekenen met het installatiedeel wat komt. Dan ga ik heel even terug naar de PowerPoint. Nou, dan rest mij eigenlijk alleen nog maar om even deze presentatie af te sluiten. We hebben het precies in een half uur gered. Dat was ook mooi, de planning van het geheel. Heeft u inhoudelijke tips of vragen, neem contact met mij op. HBC DGMR NL en u kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met Martin Zuurmond, Martin in beeld, met betrekking tot sales, maar ook over alle inhoudelijke vragen weet hij over het algemeen genoeg om antwoorden te kunnen geven. Het is een mooie ontwikkeling, we zijn nog met een mooie vervolgversie bezig, we hebben al veel tips van onze klanten gehad en dit is echt voor ons een mooie stap geweest om op deze wijze te kunnen exporteren vanuit ons model. Goed, ik wil u danken voor de aanwezigheid. En graag hopen wij u in de toekomst elkaar weer te spreken of live te zien op een van onze kennisdagen die in november worden georganiseerd. We organiseren jaarlijks kennissessies waar ook zeker het thema energie, prestatie en dergelijke altijd weer terugkomt. Goed, ik dank u. En graag tot ziens.